Zo'n 100 jaar geleden begon de Eerste Wereldoorlog. En gooide het leven overhoop van talloze mannen, vrouwen en kinderen. Hun belevenissen legden zij vast in vele brieven en dagboeken. Want voor het eerst in de geschiedenis kon bijna iedereen lezen en schrijven. Ook een Oostenrijkse jongen uit een dorp in Zuid-Tirol. De 10-jarige Tobias Klein. We waren juist op weg naar de bergen om water en meel te brengen naar mijn opa, mijn broer en de andere vechters toen we werden opgehouden. Samen met Helman in de uitkomen. Tjouk, ja, niks meer. Italiano, goed afgepast, Helman. Italië heeft Oostenrijk beloofd te helpen als er oorlog komt. Maar wat gebeurt er in 1914 als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt? Dan doen de Italianen helemaal niets. Sterker nog, de Italiaanse koning wil zelf gebieden van Oostenrijk inpikken. Als hij Zuid-Tirol niet krijgt, sluit hij zich aan bij de vijand en verklaart Oostenrijk en Hongarije de oorlog. Het Italiaanse leger marcheert Zuid-Tirol binnen. Te stupido animale! Au! Adesso ti faccio vedere io chi comanda qui! Vai, lasciami in ruhe! Wo sind die ganzen Männer? Wo ist dein Vater? Oder verteidigst du Österreich ganz alleine? Nein, die kämpfen gegen die Russen. Und Savo im Osten. Es ist niemand mehr da. Wirklich? So, wohin bringst du das hier? In die Berge. Großartig. Dorthin wollen wir auch gerne. Na dann, viel Glück. Nein, du zeigst uns den Weg. Unser Führer hat einen kleinen Unfall gehabt, wie du siehst. Vergiss es. Ich helfe den Feinden von Österreich. Selbst wenn es mich grün und blau schluckt. Ha, gut. Was denkst, wer wir sind? Italiener schlagen keine kleinen Kinder. Wir haben andere Mittel und Wege, sie zu überzeugen. Guck, ich mach's. Bist du sicher? Wo willst du denn hin? Zum Col di Lana. Was musste ich tun? Auf der Col di Lana saßen meine Landgenoten. Wie een vallei wil veroveren, moet eerst de bergen eromheen in handen krijgen. Daarom is de Col di Lana zo belangrijk voor de Italianen. De Oostenrijkse keizer wil hem tegenhouden, maar hoe? Al zijn soldaten vechten al tegen de Russen en Serviërs en kunnen niet zomaar worden verplaatst. De Italianen daarentegen hebben een reusachtig leger van 6 miljoen man en beginnen na de oorlogsverklaring meteen met een verrassingsaanval. Oostenrijk lijkt kansloos. Het ene na het andere dorp in Zuid-Tirol wordt verwoest. Daar lag het dorp waar ik was opgegroeid. Maar alles stond in brand. Ik wette, du hast nie zo'n Feuerwerk gesehen. Ja, wir Italiener wissen, wie man selbst den Krieg so etwas schön machen kann. Das macht dich sprachlos, oder? Mijn school, de kerktoren, alles hadden de Italianen verwoest. Waar zouden mijn moeder en mijn zus zijn? Hadden ze op tijd kunnen vluchten? Zouden ze nog in leven zijn? We moeten hier lang. Andiamo avanti! Suoi alpini dai, avanti. Andan dire che non han scarpe per camminar o con le
De Italianen rekenen op een snelle overwinning. In 4 weken zullen ze wel eens eventjes optrekken door het dal van de Isonzo-rivier en Wenen veroveren. Maar daarbij zien ze iets over het hoofd. De Alpen. Die zijn duizenden meters hoog. En al zijn er geen Oostenrijkse soldaten meer in het zuiden, toch worden de bergen verdedigd door gewone Oostenrijkers. Mannen die te oud zijn voor het leger en jonge kinderen. Dachten ze nou echt dat ik mijn land zou verraden? Dat doen alleen Italianen. Oostenrijkers vechten voor hun land. Net als mijn opa en mijn broer. Die zaten al 4 weken bovenop de Cordillana om de Italianen tegen te houden. Doe bene, ragazzo. Ma ce l'avevi tu sott'occhio, no? Era qui un secondo fa. Da quel maledetto ragazzo. Io lo sapevo che non potevamo fidarci. Avevo ragione io, dovevamo farlo fuori subito. Prima che ce ne accorgiamo, questi luridi mangiacrauti saranno qui. Aspetta. Lass uns gehen! Wir brauchen den Jungen nicht mehr. Wir brauchen noch keinen Führer. Und wir brauchen auch den Esel nicht mehr. Es ist für ihn eh zu steil. Nein! Lass ihn in Ruhe. Er ist nur ein Esel. Schoso. Eccolo il ragazzino. Gut, aber nur dieses eine Mal. Capito? Dammi la corda. Voi scaricate l'asino. Nooit zal ik mijn kameraden in de steek laten, wat de Italianen ook deden. Von nun an, bleibst du bei mir. Avanti, avanti! De mensen in Oostenrijk zijn zo boos over het verraad van Italië dat ze zelf de bergen intrekken om hun land te beschermen. In kleine groepjes klimmen ze van de ene berg naar de andere, zodat het lijkt alsof ze met velen zijn. Het zijn misschien geen echte soldaten, maar ze hebben wel leren schieten met jachtgeweren en kennen de bergen op hun duimpje. En die kennis en ervaring zijn in de bergen belangrijker dan sterke wapens en veel soldaten, want zonder gids ben je verloren. Hoe moest ik mijn broer en mijn opa waarschuwen? Ik kon ze toch niet zo in gevaar brengen? Roei, allebei roei. A noi stanno sparando! Stil, ze waren in gang. Ja, maar wij gaan hier. Wie levende zielscheiben. Stai zitto e fai come dice il bambino. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Com'è? Hanno smesso. Dov'è Fabio? Fabio! Fabio, dove sei? Rispondi! Si cannon sen. Non può essere sparito in questo modo, ragazzi. Ho detto stai zitto. Opeens kreeg ik een idee hoe ik een gevecht kon voorkomen en de bergen zouden me daarbij helpen. Voor het eerst in de geschiedenis wordt er op duizenden meters hoogte gevochten en dat valt vies tegen. Want boven in de bergen is helemaal niets. Iedere kogel, ieder brood en iedere liter water moet omhoog gedragen worden. En dat probeert de vijand te voorkomen. Van kilometers ver zien zij iedere beweging. De grootste vijand in de bergen is niet de tegenstander, maar de natuur. Wekenlang krijgen de soldaten storm en regen over zich heen. Vaak ligt er wel 10 meter sneeuw en daalt de temperatuur tot 20 graden onder nul.